Hallo allemaal, ik ben Maurice van Nice to Meet, daar zijn we weer. We gaan vandaag weer iets moois maken. En daarvoor gebruiken wij Greekstone Short Rib. Dat is corned fat beef uit Amerika. Deze gaan we natuurlijk eerst even in de rub zetten. Doe er alvast een beetje olie op. Dan plakt die rub straks beter. De rub die we gebruiken is de Nice to Meet Sweet Rub. En we zetten hem dik in de rub. Rondom uiteraard. En dan gaan we hem straks op de basis buiten gaan we hem garing geven. Eerst 3 uur 120 graden open en dan 3 uur 120 graden ingepakt met peachpeper. De bastard staat ongeveer op 120 graden. Deze houden we aan. Zijn broertje ligt er al op. Deze heeft garing gehad voor 3 uur. En we leggen hem erbij. Oké, jongens. Deze heeft zeker al 3 uur garing gehad op 120 graden. Dus deze gaan we binnen inpakken in peachpeper. Oké, we gaan hem inpakken. Dat doen we ook omdat we dan willen dat hij minder vocht verliest. En hij gaat natuurlijk wat sneller, want hij zit in een gesloten ruimte. En dat doen we in peachpeper, dus we leggen hem rondom, pakken we hem in. En dan gaan we weer naar buiten. En dan gaat hij zeker nog 3 uur, 120 graden. We gaan even kijken hoe deze twee bad boys gaan. Deze rechter zijn we mee gestart. Oeh. Oeh. Toch? Met onze Pitmaster barbecue saus. Gaan we hem even lekker inkwasten. En dan gaat hij nog open op de barbecue voor een uurtje. Oké, jongens, dan leggen we hem gewoon weer naast. Voor een uurtje, 120 graden. Deksel dicht. Tot zo. Oké, jongens, moment van de dag. Short rib. 90 graden kern. Deze gaan we trouwens in een burger opbouwen. Dus we hebben hier die Wagyu patty van 300 gram. Met Japans Wagyu en Australisch Wagyu. En dan gaan we deze short rib gaan we die opbouwen. Burger heart attack. Oké, jongens, we gaan hem opbouwen. We zouten de patty nog een beetje na. We beginnen met die patty. Oké, jongens, die short rib heeft kern. Moet je kijken, is ontzettend juicy. Moet je kijken wat een vocht eruit loopt. Wauw. En die leggen we dan zo op die burger, die Wagyu patty. Dan zouten we het nog een beetje af van bovenaf. Mag wat zout hebben. En nog wat van die Mac saus. En uiteraard het dekseltje. Burger heart attack. We hebben Martin hier, een van onze topchauffeurs, die mag hem proeven. Grote vent. Ik ga hem ook niet snijden, want die moet hij gewoon in zijn eentje gaan eten. Tas toe, Martin. Ja, dat is een kanon, hè? Dit is echt een kanon van een burger. En? Top.